Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop vlog voor je. Ik ben in maart weer even bij de Action geweest en ik heb daar weer even het een en ander gehaald. Er zitten ook nog wat paasspulletjes bij. Die heb ik met Pasen gewoon gebruikt, maar toen ik naar de Action ging, toen moest het nog Pasen worden. En dan gaan ze hierna gewoon de paasdoos in. Dus mocht je benieuwd zijn wat ik heb gekocht bij de Action, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen in beeld neerzetten. En dan begin ik even met een heel basic item. En dat is een houder voor de toiletrollen. Ik heb nu precies dezelfde, maar die onderkant die wordt helemaal een beetje verroest. Mijn toilet zit bij mij in de douche. Dat is niet het handigste. Dus deze dingen die, ja, gaan op een gegeven moment helemaal verkleuren door het vocht en zo. En ik kreeg hem ook niet meer schoon. Dus ik dacht, nou, ik koop gewoon even een nieuwe. Het is niet een hele bijzondere, weet je. Ik zie soms hele mooie toiletrolhouders. En dan denk ik, die vind ik echt wel heel erg mooi. Maar in mijn douche of toilet is het gewoon niet zo heel handig. Dat vind ik dan leuker als je een toilet hebt die los is, waar je douche niet bij in zit. Dus ik heb nu gewoon basic deze meegenomen. Dan kan die andere weer lekker weg. Van de paasafdeling heb ik dan nog dit bordje gekocht. Ik heb ook gezien dat mensen hier echt hele mooie afbeeldingen op maakten met bijvoorbeeld een cricutmachine. Maar ik heb hem gebruikt als onderbord. Je zou er eventueel ook een haakje aan kunnen hangen, zodat je hem ook op kan hangen met een tekst. Je had hem in verschillende soorten. Ik wilde eigenlijk heel graag het haasje hebben die roze was. Die hadden ze niet, maar ik vond deze ook wel leuk. Dus ik dacht, nou, dan neem ik deze mee. De onderkant is wel gewoon van karton, maar nou, die heb ik gewoon gebruikt als onderbord om daar wat dingen op te zetten. Ook kocht ik nog een aantal van die placemats. En ik dacht eigenlijk dat ik er 2 had. En toen zag ik toen ik thuis kwam dat ik er per ongeluk 3 had gekocht. Maar dit waren dus die placemats ook voor de paas. Ik had er eigenlijk 2 al gekocht. Die heb ik in de vorige shop nog laten zien. Ik dacht, ja, ik vind 2 toch eigenlijk een beetje een raar aantal. Dus ik wilde er eigenlijk 2 bij hebben. Maar ik heb er dus per ongeluk 3 gekocht. Kan ik er altijd nog wel eentje gebruiken. Ook bij het maken van bijvoorbeeld de foto's voor mijn YouTube kanaal. Als onder, voor mijn blog als onderleggetje. Maar ik dacht, nou, dan heb ik er toch even een paar bij. Maar die gaan we nu natuurlijk niet meer gebruiken. Omdat het nu geen Pasen meer is. Dan ook nog in de Pasen kwam ik dit schattige stolletje tegen. Hier zit ook licht in. Er zit dus een konijntje in, wat heel erg leuk is. Aan de onderkant kun je hem aandoen, dan heb je licht. Ik vond hem wel heel erg schattig. Gewoon eigenlijk een soort van stolletje. En ik dacht, nou, die wil ik dan ook nog wel hebben voor de Pasen. Maar zoals ik al zei, ik heb het met Pasen gewoon allemaal gebruikt. En nu gaat het ook gewoon de paasdoos in. Wat ik dan ook nog vond, die ik ook heel tof vond, is deze. Dat is een paasei met licht erin. Aan de onderkant moet je er batterijen in stoppen en dan kun je hem dus aandoen. Dan krijg je een heel erg mooi effect. Je had hem volgens mij in verschillende kleuren, maar bij de Action waar ik was zag ik alleen nog roze. Nou, weer het feit dat ik natuurlijk heel erg van roze hou, dus ik vond hem perfect. Dus die heb ik dan heel gezellig samen zo dat haasje en die heb ik dan op dit bord neergezet op tafel. Dus dat was wel heel erg leuk. En dan had ik nog 1 paasitem. En dat was deze. Ik had namelijk in mijn vorige shopblog laten zien dat ik een gele en een groene had gekocht. Want ik had eigenlijk een roze. En toen ik de paasspullen ging neerzetten, toen viel die roze heel erg uit de toon. Omdat die dus geen afbeelding had op het eitje. Dit was gewoon glad. En dat vond ik toch niet zo mooi staan. Het haasje was toch anders. Hij was compleet wit. Miste de roze details. Dus ik heb die gewoon naar achter gezet. En toen zag ik dat ze toch nog een roze hadden bij de Action. Heb ik die er toch nog bij gekocht. Zodat het echt een setje is van horen, zien en zwijgen. Dus daar was ik wel heel blij mee dat ik die nog gevonden had. Zo kwam het toch weer mooier tot zijn recht. Ja, ik ben daar best wel precies in. Dus dat waren nog even de paasspulletjes. Dan kocht ik tuinhandschoentjes. Onderhand komt de tijd weer aan dat de balkon weer gedaan moet worden en schoongemaakt en bijgeveegd. En ik doe dat toch altijd het liefst met handschoentjes aan. Ik gebruik ook heel vaak gewoon de handschoentjes die ik aandoe met schoonmaken en afwassen. Maar ik zag nu gewoon tuinhandschoentjes. Ik dacht, nou, die kan ik ook wel gewoon eens meenemen. Ik heb roze gedaan met stipjes. Ik heb ze in maatje M.
esjes zitten vaak net iets strak, omdat ik best wel lange vingers heb. Zit het net strak zat en ik vind het toch wel fijn als mijn vingers wat bewegingsruimte hebben. Dus ik dacht, nou, dan neem ik gewoon dit setje mee. Ik weet niet hoe lang dat meegaat hoor, want het is ook een beetje plastic en de bovenkant is dan stof. Maar dat zien we wel, voor de prijs maakt het niet uit. Ik dacht, dat is helemaal prima. Dan heb ik voor mezelf een geurtje gekocht en dat is Anna Sue. Ik zag deze op internet veelvoudig voorbij komen als echt een aanrader. En hij heeft echt een heel leuk flesje, want het is een luchtballon. En aangezien ik wel wat met luchtballonnen heb, ik heb hem even geroken en ik vond hem echt heel erg lekker ruiken. Het is wel een wat duurder luchtje uit de Action for Action. Want normaal gesproken gun ik mezelf niet zulke hele dure luchtjes. Maar deze rook echt zo lekker dat ik dacht, ja, die wil ik wel graag hebben. Sky heet die, dus die vond ik echt wel heel erg lekker. En het bleek ook een best wel bekend luchtje te zijn, als ik het zo begreep van internet wat ik er voorbij van zag komen. Dan heb ik een jurkje gekocht en dat is deze. Je ziet hem hier eventjes zo staan. Ik heb hem in een maatje S en dan is dit de stof. Ik ga hem nu niet aantrekken, maar je zult hem echt nog wel van de zomer voorbij zien komen in een, als ik hem draag. Het is een heel leuk jurkje. Je kunt hem strikken dus, hier zo. En dan heeft hij een soort overslagje. Ik voel hem echt super schattig. Oh, deze moet je op 30 graden wassen. Dat is wel goed om te weten. Ik ben wel benieuwd hoe die valt qua lengte. Maar ik dacht, ik vind hem wel lekker zomers. Ik vind het wel gezellig. Ondanks dat het nu echt nog niet echt het weer is dat ik dit soort jurkjes ga dragen, dacht ik, als ik hem heb gewassen, hang ik hem in mijn kast en dan kan ik hem van de zomer leuk aan. Je had verschillende printen. Deze sprongen voor mij echt uit. Ook omdat er toch wel wat roze en paarse accenten in zaten. Dus die vond ik gewoon echt super leuk. Dan heb ik een setje met haarklipjes gekocht. Ik vind het wel eens leuk om mijn haar aan beide kanten weg te steken zo. Maar ja, vaak die knipjes zijn dan net te klein omdat ik dikke haar heb. Toen zag ik deze. Ik vond deze wel schattig. Het is met paars en wit. Ik weet niet of het heel erg vloekt als je ze allebei in je haar doet. Maar dat zien we wel. Maar ik vond het wel een heel leuk setje. Ik vond dit de leukste kleurtjes die ze hadden. Ze hadden helaas ook niks met roze, wat ik normaal wel leuk vind. Zwart heeft ook vaak mijn voorkeur, maar ik dacht, nou, misschien zijn dit wel hele fijne clipjes. Als ik zo kijk, ja, ze gaan ook best wel ver open. Dus, nou, heel basic, maar wel leuk. Dan heb ik een tongcleaner gekocht. Ik heb nu zo'n tongschraper, die is van plastic en dat ding wordt echt super vies. En ik had deze een tijdje geleden al een keer gezien, nieuw, bij de Action. Kon ik hem helemaal niet vinden en nu kwam ik hem tegen. Maar dit is dus eigenlijk gewoon zo'n ding waarmee je je tong ja, kunt reinigen. Hij verwijdert bacteriën, maar ook aanslag. Ik heb daar soms best wel last van, wat aanslag. En ik dacht, nou, dan is dit wel ideaal. Hij is dus gewoon van ja, metaal. Dus ik dacht, nou, dat gaan we gewoon eens eventjes testen of dat dit goed werkt. Het is altijd wel een beetje lastig bij mij. Maar we gaan het gewoon proberen. Dan kan die andere mooi weg. Want die is zo vies. En deze kun je dan gewoon goed afwassen. En gewoon goed opbergen. Dan had ik een nieuw oogschaduwpaletje gekocht. Ik zie alleen dat deze nu helemaal kapot is gegaan. Dus die moet ik eventjes gaan maken. Dat gaan we zo meteen doen. Kijk, hij is kapot. Dus ik ga hem zo meteen wel eventjes maken. Het is een leuk oogschaduwpaletje. Met wat leuke kleurtjes erin. Ik denk dat hij gewoon kapot is gegaan met vervoeren. Er zitten 12 kleurtjes in. Die kun je zowel nat en droog gebruiken. Maar ik vond het wel een leuk kleurencombinatie setje. Dus ik dacht, nou, die ga ik wel eens proberen. Maar deze ga ik dus zo meteen eventjes repareren. Want dit is natuurlijk een beetje jammer dat hij nu kapot is. Ook heb ik een Miracle Blur gekocht. Dat is deze. Dit is dus ja, eigenlijk een basis voor je make-up. Die ja, ook je poriën zou minimaliseren. Ik weet niet of dat altijd klopt. Maar ik vond het wel interessant eruit zien. Dus ik dacht, nou, die wil ik op zich wel eens gewoon gaan proberen. Het is gewoon een potje en er zit product in. En die kun je dan als basis gebruiken voor je make-up. Dus ik dacht, dat is wel, ja, wel leuk. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Ook heb ik nog dit oogschaduwpaletje gekocht met 4 kleurtjes. Een beetje een nude oogschaduwpaletje. Die vond ik ook wel leuk te uitzien. Ik dacht, nou, dat wil ik wel eens gewoon gaan proberen.
Met vier wat zachtere kleuren is soms ook wel weer eens leuk. Dus ik dacht, nou, die gaan we ook gewoon proberen. Was ook nieuw, ze lijken een beetje baked als ik er zo naar kijk. Maar dat kan ook gezichtsbedrog zijn. Dan heb ik nog een lippenbalsem gekocht van Mickey Mouse. Die vond ik wel heel leuk. Ik hou heel erg van lippenbalsems. Ik gebruik ze heel vaak. En ik vond deze er leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, die ga ik meenemen. Pluto staat erop. Ik weet alleen niet of Mickey Mouse ook echt letterlijk op de hul staat. Nee, volgens mij niet. Lazy Day staat erop. Maar er staat wel een poesje op. Dus ik vond hem wel leuk. Dus ik dacht, nou, die gaat gezellig ook mee. En dan heb ik nog een stempeltje gekocht van een luchtballon. Die vond ik er ook wel heel leuk uitzien. Dus ja, ik vind stempelen altijd wel leuk. Dus ik dacht, nou, die ga ik ook meenemen. Die is wel heel schattig. De ene keer hebben ze heel veel stempeltjes bij de Action. En de andere keer weer wat minder. Dat verschilt nogal. Ook kocht ik nog een stempeltje van een hond met een kroontje. Die vond ik ook wel heel erg leuk als het een hond is. Ik twijfel, het lijkt er wel op. Ik vind het ook leuk om deze in te kleuren. Bijvoorbeeld met verf of gewoon met potlood. En ja, stempelen vind ik de laatste tijd ook wel echt super leuk. En ja, die vond ik ook wel heel schattig. Dan heb ik een nieuwe bak gekocht voor het voer van de katten. Die van mij, die is niet meer zo heel goed. En wat ik heel erg handig vond aan deze, als je de deksel erop krijgt, het is gewoon een zwarte met een deksel. Er kan ook best wel veel in. Er kan echt wel een grote hoeveelheid in. Maar er zit dus een soort verdeler op. Kijk, je kunt dus, als je hem open doet, dan komt hier zo'n, dan kun je het er gewoon uitschudden. En dat vond ik wel heel makkelijk. Dan hoef je niet steeds je bak open te halen. Dan kun je gewoon de hoeveelheid in de kommetje schudden. Dus dat vond ik wel heel erg handig. Dus ik dacht, nou, die ga ik ook meenemen. Je had volgens mij ook verschillende kleuren, maar ik heb gewoon een basic zwarte genomen, want dat vind ik dan toch het mooiste. Dan heb ik een thermoskan gekocht. Ja, je kunt hier bijvoorbeeld water, heet water in doen. Je kunt er koud, maar ook warm water in doen. Ik dacht, voor de zomer is koud water ook wel heerlijk. Als je hem in de koelkast zet, dan heb je altijd koud water. Ja, je zou er ook bijvoorbeeld koffie in kunnen doen. Nou, in mijn geval gaat het niet, want ik zet geen gewone koffie, maar alleen met machines waar de koffie kant-en-klaar uitkomt. Maar voor water is het wel ideaal, bijvoorbeeld voor thee of inderdaad koud water voor lekker van de zomer. En ja, hoe werkt dat? Ja, dan komt er gewoon water uit. Dus ik dacht, nou, die vind ik wel leuk, dus dan kan ik die gebruiken. En ik had even een bekertje meegenomen. Het is een heel basic drinkbekertje. Ik heb nog wel eens dat ik wat drinken mee wil nemen. Maar heel vaak de flessen die ik heb, die passen niet in mijn tas. Die zijn te groot. Dus ik dacht, nou, weet je, dan misschien een beetje voor kinderen. Maar neem ik gewoon zo'n drinkbeker mee. Als ik dan een keer wat drinken mee wil nemen, dan heb ik er in ieder geval altijd wat bij me. En dit is gewoon wat compacter in mijn tas. Ik hoop alleen niet dat die lekt, want dan kan ik hem makkelijker meenemen. Dan kan ik er gewoon een rietje in doen en dan kan ik eruit drinken. Dan heb ik heel basic klerenhangers gekocht. Ik had 3 sets meegenomen, want mijn klerenhangers gaan er nogal hard doorheen de laatste tijd. En er gaat er ook nog wel eens eentje kapot. Dus ik dacht, ik neem gewoon even weer 3 sets mee. Ik heb altijd deze. Die zijn niet duur en die werken eigenlijk prima. Omdat je ze heel plat kunt opvouwen. En heel makkelijk in je kast kunt neerhangen. Maar ja, je krijgt 10 klerenhangers. Dus ik denk, nou, dat is helemaal prima. Dus dan neem ik die gewoon weer mee. Dan kan ik weer eventjes verder met het ordenen van de kleren in mijn kast. Dat is altijd wel fijn natuurlijk. Dan heb ik van Betty 2 exfoliation doeken gekocht. Dit zijn van die doeken die maak je nat met enkel water en zeep. En dan laat je het schuimen en dan kun je dus heel makkelijk je rug reinigen. Want dat is natuurlijk soms nog wel eens lastig om je rug echt goed te reinigen. Het leek me wel lekker, want je kunt hem echt zo over je heen laten gaan. Het is wel een beetje een hard materiaaltje als ik het zo voel, maar ik dacht ik wil het wel eens proberen. Ik heb gelijk 2 kleuren meegenomen, want ik dacht, ja, als die ene dan een keer in de was zit, dan heb ik in ieder geval nog een andere. Je moet ze wel op de handwas doen, zie ik. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is 60% nylon en 40% polyester. Het is dus wel stretch, dus je kunt er eigenlijk heel veel dingen mee reinigen op je lichaam, waar je misschien anders moeilijk bij komt. Dus ik dacht, nou, de moeite waard om eens te proberen. Um
Oh ja, dan heb ik nog zo'n haarband meegenomen. Die van mij, die zijn heel vaak in de was. En dan kom ik er te kort. Dus ik heb nu gewoon een rode meegenomen. Ik vind die dingen heel fijn. Zowel voor mijn make-up, maar ook bijvoorbeeld als ik gezichtsreiniging wil doen. Een maskertje of zo om mijn haar uit aan de kant te halen. En ik vind deze banden echt super fijn. Je kunt ze ook gewoon wassen op 40 graden. Ze mogen alleen niet in de droger. En ze zijn stretch, dus ze passen eigenlijk om ieders gezicht wel. Dus die zijn gewoon super handig. Ik zal even inmiddels het tasje op mijn schoot nemen. Want anders kan ik niet meer zo goed zien wat er allemaal in zit. Ja, ik heb een paar setjes met huishoudhandschoentjes meegenomen. Ja, ik gebruik die dingen dus altijd om mee schoon te maken. Meestal koop ik ze in de supermarkt, maar ik zag dat ze bij de Action veel goedkoper waren. En ik vind deze gewoon echt heel fijn. Ze hebben ze in de supermarkt ook en het scheelt echt wel wat geld. Ik heb ze in een maatje M en er zit anti-slip op. Maar bij de Action zijn ze dus veel goedkoper en bij de supermarkt zijn ze heel vaak uit... verkocht. En ze zijn ook, ze beschermen ook je handen tegen heet water. Dus ja, die heb ik in ieder geval eventjes meegenomen. Dan kan ik daar weer even mee vooruit. Ik heb er zelfs nog twee. Ik had 4 setjes meegenomen. Ik dacht, ja, ze gaan best wel snel kapot, dat wel. Maar als ik gewoon ga schoonmaken zonder handschoentjes, dan krijg ik heel vaak heel snel eczeem. En dat is gewoon niet handig. Dus ik dacht even nieuwe handschoentjes. Dan heb ik dit hele schattetje dingetje gekocht. Daar kun je iets heel erg leuks op neerzetten. En ik zag het wel leuk voor me in huis. Dus ik dacht, ja, die ga ik meenemen. Je had hem in verschillende kleuren. Hij is heel klein, maar je kunt er dus heel leuk iets op zetten. En ik heb ook al iets leuks wat ik op wil gaan zetten. Maar dat komt nog. Dat zal ik nog wel eventjes laten zien. Maar ik vind hem voor nu in ieder geval wel heel schattig. Het is heel klein en ja, in diverse kleuren. Dus je kunt er gewoon wat op zetten, wat wel heel leuk is. Dan heb ik een setje voor de wenkbrauwen gekocht. Het is een eyebrow-kit van Fab Factory. Ik heb deze variant genomen. En hiermee kun je dus gewoon je wenkbrauwen doen. Er zitten verschillende producten. Er zit een wenkbrauwpoeder in, een eyebrow-gel en een applicator. Dus ik vond het wel heel leuk. Brows to Wow heet het. Dus ik was hier wel heel nieuwsgierig naar. Ik dacht, nou, die ga ik gewoon meenemen. Die kan ik dan gewoon weer eens eventjes gaan uittesten. Want misschien werkt het wel heel erg fijn. Dus die was dan nieuw. Even kijken. Dan heb ik... Even zoeken hoor. Ook 3 items voor Koningsdag. En ik heb allereerst deze hele leuke... oorbelletjes gekocht. En er hangt dus een heel schattig kroontje aan met rood, wit, blauw en oranje. Die vond ik wel heel erg schattig. Moet ze eigenlijk zo houden, zie ik nu. Gewoon van die stekertjes aan de achterkant. Dus wel echt super leuk. Ik dacht, ja, het is toch wel leuk om een beetje oranje aan te doen. Die ligt nu natuurlijk allemaal in de winkel. Dus dat zijn die. Dan heb ik ook hele schattige haarklipjes gekocht. Die vond ik ook echt wel super leuk met dat rood, wit, blauwe lintje. En ja, daar kun je gewoon je haar mee wegsteken. Ik heb nog wel eens van die plukjes die niet zo makkelijk blijven zitten. En ik heb een setje met scrunchies gekocht en die vond ik ook wel leuk. Ja, deze heel schattig en eigenlijk een heel basic oranje. En scrunchies vind ik altijd heel leuk in mijn haar. Dus ik dacht, nou, dat is ook wel gezellig om in te doen met de Koningsdag. Dus dat is wel, ja, wel leuk. Oh ja, dan heb ik echt een heel schattig... telefoonkoordje gekocht. Ik vond hem echt heel leuk. Die kun je gewoon aan je telefoon hangen. Ik heb zeg maar aan mijn telefoon. Ja, je kunt hem dus ook hier zo zeg maar aan de onderkant. Dit zit er ook bij. Dit krijg je er ook bij. Maar wat ik dan zelf doe. Ik heb aan de zijkant van mijn telefoon. En hij ligt hier nu niet. Aan het hoesje van mijn telefoon. Daar zit een gaatje. En daar kun je hem dus gewoon aanmaken. Waardoor je gewoon een heel leuk speels effect krijgt. En ik vond deze wel heel erg leuk. Er staat smile op. Dus dat vond ik wel heel gezellig staan. Maar je kunt hem dus inderdaad ook dit dingetje gewoon aan de onderkant van je hoesje erin doen. En dan hang je het koordje aan de onderkant. Alleen ja, je kunt hem niet echt om je nek hangen. En ik heb zelf altijd zo'n ding om mijn nek hangen. Maar dit is gewoon een leuk speels effect voor aan je hoesje. Dan heb ik nog een tubetje met lijm gekocht.
Ik heb deze lijm al en ik vind hem echt heel erg fijn. Dus ik dacht, nou, ik neem er even een backup mee, want je gaat er best wel hard doorheen. Dus dan heb ik er gewoon weer even eentje staan. Het is wel een witte lijm, maar hij droogt transparant op. En ik gebruik heel vaak een wattenstaafje om hem aan te brengen. Omdat als je hem gewoon zo uit de tube doet, komt er heel veel soms uit. En dan verspil je heel veel lijm. Maar het is een hele fijne lijm. Dan heb ik een heel leuk setje met aquarelverf. Ik dacht, het is misschien ook wel leuk om uit te testen in een video. Heel leuk setje met gewoon verschillende kleurtjes aquarel verf. Waarmee je dus kan verven. Er zitten 15 kleurtjes in en 2 metallic kleurtjes. Je krijgt er ook een brush bij. Dit zijn de kleurtjes die erin zitten. Dus ik dacht, misschien weer even voor een creatieve video is dit wel heel erg leuk. Dus laat zeker even weten of je daar nieuwsgierig naar zou zijn. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dan ben ik toe aan de 2 laatste producten en dat zijn glitterlippenbalsems. Ik vond ze heel leuk uitzien. Volgens mij had je nog meer kleurtjes, maar ik zag alleen deze 2 kleuren. Dus ik zou later nog wel willen kijken of die andere er ook zijn. Deze lippenbalsems zouden dus hydrateren, maar hebben een shimmer effect. En zouden de lippen heel zacht maken. Dit is dus een paarse. Ik weet niet of hier dan ook paarse glitters in zitten. Dat moet ik nog gaan uitvinden. Denk het wel als ik er zo naar kijk, want je ziet ook dat het tekst paars is. Maar het fluoriseert heel erg op het scherm, wat niet echt lekker is. En ik heb dus een oranje en hier is dan de tekst oranje van. Maar volgens mij had je dus toch meer kleurtjes. Daar wil ik nog wel een keer naar kijken, maar ik vond ze er wel heel leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, die wil ik zeker eventjes gaan proberen. Dan waren dit mijn gekochte items van de Action. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Als je er een leuk item bij vond zitten natuurlijk. Want ja, het kan ook zijn dat het je niet aansprak. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. En ik ga de spullen weer met veel plezier gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij de laatste tijd nog leuke aankopen hebt gedaan bij de Action. Die je misschien wilt delen in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!